Yeah. Twee koppels maken nog kans om Love Island 2019 te winnen. Worden het Sebastian en Martin of toch Alexandra en Denzel? Ja, en hoe bijzonder dat jullie hier zitten. Twee ja. Belgische meisjes en twee Nederlandse jongens. Alexandra gaf in het begin al aan dat je eerder zou vallen voor een Nederlandse jongen dan voor een Vlaamse jongen. Waarom is dat? Ja, Nederlandse jongens zijn gewoon vaak directer, uitbundiger. Nederlanders in het algemeen. Ja, socialer, luider. Dat spreekt mij wel aan in een persoon. En dat is Denzel, alles wat je opnoemt? Denzel is sowieso alles wat ik wil, dus dit ook. En Sebastiana, had je ooit gedacht dat je met een Nederlandse jongen thuis zou komen? Voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik word gewoon verliefd op wat ik verliefd word. En of dat nu een Vlaming is of een Nederlander, dat maakt echt niet uit. Ja, Sebastiana, jullie zitten natuurlijk al vanaf seconde 1 in een koppel. Ja. Hoe voelt dat? Ja, het is echt gek. Maar ik voelde het gewoon. Ik kan het niet uitleggen, maar je voelt het gewoon. Van in het begin, en ik ben ook loyaal. Als het goed ziet en iemand geeft me geen reden om die te verlaten, dan blijf ik er gewoon bij. Er moet toch één moment zijn waarop jullie getwijfeld hebben. Martin, heb je ooit getwijfeld? Kan toch niet anders? Er is één moment geweest, ja. Maar dat heeft niet langer dan 24 uur geduurd. Oké. Okay. Ja. Laat ons even kijken naar jullie mooiste momenten van de afgelopen 6 weken. Ja, precies door. Wat was je eerste indruk van mij? Vond je echt cool? Ik en Sebastiana zijn gewoon op een level waar we wel intiem zijn. Maar niet, is niet... too much. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Ik voel je vibe, dus ik blijf bij jou. Sebastian is een speciaal meisje. Ik vind dit helemaal geweldig. Ik wil dat je me een kusje geeft. Ik begin hem echt oprecht graag te zien en ik heb zijn aanwezigheid heel graag. Het ziet er fantastisch mooi uit. Ik ben echt blij dat ik je heb leren kennen hier. Kunt jij me niet even vastpakken en hallo zeggen? Het moet gewoon van twee kanten komen, want anders werkt het niet. Het is echt super verdrietig. Het lijkt alsof ik haar hart heb gebroken, weet je. Ik heb nu echt behoefte aan zekerheid in mijn leven. Ik ben niet klaar voor huisje, boompje, beestje. Ik had het misschien niet zo mogen dramatiseren. Ik wil je niet nu kwijtraken. Nee, ik ook niet. Maar als deze de uitkomst is, ben ik wel blij dat het zo is gegaan. Met de recoupling kies ik jou. Oh, met Sebby. Zo lief, echt. Zie je jezelf een toekomst opbouwen met Sebby. Ik wil dat je weet dat ik echt wat voor je begin te voelen. Ik vond het zo lief wat hij zei. Ik zit echt bij het juiste meisje. Ik wil vragen of je mijn vriendinnetje was. Ik wil dat mijn eerste kus hier in de villa mijn laatste blijft. En dat is ook zo gebleven. Ik kan niet wachten voor wat de toekomst ons te bieden heeft. Ik hoop echt niet. Je stuit er bijna de bank af. Wat voel je nu? Oh, ik vind het zo mooi. Ik vind het echt mooi. Het is echt een sprookje geweest voor mij. Het is echt, echt een sprookje geweest. Alles waarvan je hebt gedroomd? Alles, maar echt alles. En Martin, we zien dat Sebastiana nogal wat in jou losmaakt. Ja. Denk je dat je na Love Island misschien makkelijker over je emoties kan gaan? 100%, ja. Maar vooral met haar. Ja. Het blijft wel binnen hier. Ja, ik denk met vreemden gaat het altijd moeilijk voor mij. Ja, met haar voel ik me... Ik ben blij en veel meer open ook. En het gaat gewoon veel gemakkelijker. Ja, Sebastiana, je zei het al. Het lijkt wel een sprookje. Jullie lijken ook wel een sprookjeskoppel. Met heel veel kusjes en veel knuffels en heel veel romantiek. Maar tot de echte daad kwam het natuurlijk nog niet. Nee. Gaan jullie daarmee wachten tot na het huwelijk? Of zou het wel eens kunnen gebeuren vanavond? Ik denk dat het vanavond wel gaat gebeuren. Oké. Okay. Laten we zeggen, ik heb me helemaal voorbereid. Wat moeten we ons daarbij voorstellen bij zo'n voorbereiding? Ik heb me heel goed gescrubbed. Okay. Alle blikjes geschoren. Heel mooi geschoren. Heel veel parfum gespoten. En mijn mooiste lingerie uitgekozen. Oké. Okay. Heb jij ook helemaal gescrubbed, Martin? Hier wil ik geen antwoord op. Ja, Martin, voor jou was het ook veel meer dan alleen maar romantiek. Ja. Je had zelfs je eigen Martino klok op poten gezet. Ja, klopt. Dat is heel natuurlijk gegaan, hoor. Ja. Ja, ik ben altijd die jongen die veel houdt van een beetje ouwe, leuk doen. Ik heb echt een hele drukke kant, maar ook een heel rustige kant. Maar als die drukke kant naar boven komt, dan doe ik van alles. En dan hou ik van muziek maken en dingen. Ja, we hebben daar ook heel veel leuke beelden van verzameld. Even naar jullie gaan laten zien. Bad vibes, die meiden moeten loezoen. Ik hoop dat iedereen de liefde vindt, maar dat zou toch mooi zijn wanneer het hier begint.
Dan gaan op onze knieën en vragen, wil je met me trouwen? Hey. Wees maar jezelf, speel hier geen spel, anders kun je weer gaan. Dan heb je 30 minuten de tijd om buiten te staan. Tragedie, tragedie, tragedie. Victor Olly lopen binnen, het is weer die. Tijd om te stemmen op je favoriete serie. De wielen van de bus gaan rond en rond. Rond en rond, rond en rond. Yeah. We get likes and dislikes, maar die comments zijn niet useful. What is the time? Wat in de club? Wat in de club? Wat in de club? Jongens, gaan jullie hier nog wat mee doen? Ja, kijk ook eens naar mijn linkerkant. Ja. 100% toch? 100% ja. 100% ja. Ja, mooi. Release date is wanneer? Release date. Volgende week zaterdag. Oh, snel. 100%. Zometeen nemen we jullie mee door de mooiste momenten van Alexandra en Denzel en maken we de winnaar bekend van Love Island 2019. Tot zo. Welkom terug bij de finale van Love Island 2019. We hebben nog twee koppels die kans maken op de overwinning, namelijk Sebastiaan en Martin en Denzel en Alexandra. Alexandra en Denzel. We hebben allemaal kunnen zien dat er wel wat hoogtepunten zijn geweest, maar ook wel echt wat dieptepunten. En we gaan samen even kijken naar jullie avontuur hier op Love Island. De jongen waarmee ik een koppel wil vormen is Denzel. Het heeft voor mij wel positief uitgepakt, gelukkig. Het is wel een meisje die ik beter zou willen leren kennen. Het is gewoon een hele leuke meid. Ik voel dat ik dichter en dichter naar hem toe groei, maar dat ik toch een bepaalde afstand bewaar. Wat wil je dan? Wil je het een eerlijke kans geven? Of is het van, ja, ik weet het niet, want waarschijnlijk is het een player. Moet je even in de gaten houden, want er gaat nu iets gebeuren. Ja! Ik heb hem! Hé, hey. Oeh! Denzel is echt, maar ook echt laf en vals. De enige reden dat ik je ooit zal laten vallen is omdat ik te hard twijfel. Je hebt niet onzeker te zijn. Het meisje dat ik kies is Alexandra. Je hebt hem met open armen ontvangen en ja, heb ik ook waar, gezien. Maar ik ben gewoon zo. Fuck you, succes. Ik haat je eigenlijk. Ik had me gewoon nooit open moeten stellen naar je. Nooit. Je hebt mij serieus gekwetst met wat je gezegd hebt. Ik vind het gevoel al zo eng om dat te voelen. Dat is liefde. Ik zal een beetje vertrouwen hebben in mij. Dit zei ik altijd tegen jou. De jongen die de villa moet verlaten is Denzel. Ik wacht op jou. Je groeit gewoon zo hard naar iemand toe en dan wordt dat gewoon weggepakt van je. Kijk, je heeft mogen stemmen welke island er terugkomt in de villa. Nee, dit is echt Denzel of Mel. Zep. What the fuck? Oh mijn god. Dit is de allermooiste dag van mijn leven. Blijf je nu? Tuurlijk blijf. Ik wil jou heel graag vragen of je een relatie met mij wilt of een vriendinnetje wil worden. Ja. Met een vriendinnetje? Oh my god! Ik ben nu officieel niet meer single. Single. Oh my god. Dit kwam er echt vreselijk uit. Ja, zo praat ik dus normaal niet. Ja, Alexandra, we zagen net een prachtig moment op het einde van het filmpje. Kan je nog eens beschrijven welk gevoel er door je heen ging als Denzel je vroeg om officieel zijn vriendin te worden? Ja, toen hij het vroeg, heb ik geen seconde getwijfeld. Hij is ook echt gewoon alles wat ik ooit wilde. En ons gevoel is zo enorm gegroeid. Het was gewoon het perfecte moment met de perfecte jongen. En ja, het was prachtig. En Denzel, jij hebt in nogal een rollercoaster gezeten in het programma. Ja. Hoe zou je het gevoel van Love Island omschrijven? Het is echt een rollercoaster geweest, maar tegelijkertijd zou ik het ook voor geen goud willen missen. Het heeft me heel sterk gemaakt en het heeft me heel veel dingen laten doen die ik normaal niet zou doen. Bijvoorbeeld? Alexandra heeft best veel getwijfeld aan me. Terwijl ik altijd heb aangegeven dat ik echt oprecht was en ik heel graag wilde leren kennen. Ja, kijk, als je buiten de villa bent, dan heb ik al heel gaaf van, nou ja, laat maar zitten. En hier had ik toch wel het gevoel, dit kan echt wat worden. Ik kan echt verliefd worden op Alexandra. En ik ben er ook echt voor gegaan. Ja, daarnaast heb ik Martin, dat is als mijn broertje. En ja, ik ben gewoon echt dankbaar voor alles wat ik hier meegemaakt heb. En hoe zien jullie het praktisch lopen vanaf morgen eigenlijk? Jij hebt al aangegeven, Denzel, dat je naar Antwerpen wil verhuizen. Nu, ik ben zelf van Antwerpen, voor mij hoeft het niet. Ik denk dat je niet meer terug in Antwerpen. Maar hoe zien jullie het verder verlopen? Het begin gaan we gewoon moeten rijden. Nederland, afstand Amsterdam en dan
Sint-Niklaas. Ja, dat is het. Even denken. Nee, waarom Sint-Niklaas. Maar ik heb inderdaad aangegeven dat ik bereid ben naar Antwerpen te verhuizen. Daar heb ik een aantal jaar geleden al over nagedacht. En ik denk dat de kans erin zit, dus sorry Victor. Nee, je bent meer dan welkom, Denzel. Ja, top. Sebastian en Martin, Alexandra en Denzel, het moment is aangebroken. We gaan zo dadelijk bekendmaken wie de winnaars zijn van Love Island 2019. Sebastiana en Martin, jullie zijn vanaf het begin het meest stabiele koppel. En Alexandra en Denzel, jullie zijn een onafscheidelijk team geworden. Het is zover. We hebben de namen gekregen van het winnende koppel. En naast hun onvoorwaardelijke liefde voor elkaar, gaan zij zo meteen naar huis met een geldprijs van 25.000 euro. De winnaar. Van Love Island 2019 is Denzel en Alexandra. Oh, ik zou schrikken, joh. Ik heb het voorspeld. Je verdient het. Je verdient het echt, lieve schat. Oh my god, dit kan niet. Oh my god, sorry, maar ik heb alle scenario's in mijn hoofd gehad, maar dit echt niet. Oh my god. Ja, Sebastian en Martin, proficiat met jullie fantastische vrijplaats. Jullie waren een fantastisch koppel op Love Island. Jullie mogen nu bij de rest gaan staan. Dank je wel. Dank je wel. Oh mijn god. Juist niet. Dank jullie wel, lieve schatjes. Het had zo horen zijn, jongens.